De tv-zender Veronica moet onmiddellijk hun promo met daarin de crash van Richard Hammond van de buis halen. Volgens de Engelse tv-zender BBC wordt hierin de indruk gewekt dat de knipoog van Jorin de Mol de oorzaak is van het alom besproken auto-ongeluk van de Britse presentator van Top Gear. En dat vindt de BBC niet zo leuk. Dit is de knipoog van Jorinde. Inderdaad, verleidelijk. En dit is de beruchte crash van Richard Hammond. De promo wekt volgens de BBC de indruk dat de Britse Top Gear presentator wordt afgeleid door Jorinde's knipoog en daarom van de weg raakt. Hammond raakte vorig jaar ernstig gewond tijdens een testrit in een auto met straalmotoren. Hij crashte met een snelheid van maar liefst 450 km per uur en raakte ernstig gewond. Hoewel Hammond volledig hersteld is, kan zijn werkgever, de BBC, niet met een knipoog naar de promo kijken en moet hij direct van de Nederlandse buis. We kunnen u het gewraakte filmpje daarom ook niet in één stuk laten zien. Maar de veelbesproken beelden van de crash zijn vanavond dus te zien in Top Gear om 10:50 op Veronica. Piet Paulus.